Dat het bestaat. En nog een keer. We gaan aan de gang. Oké, uiterste binnen. Eerst de wielen van hem om te demonteren. Nou, het moet wel lukken, denk ik. Oké. Not so good. Fuck. Serieus? Kijk, aan de andere kant. Die moet ik hebben. Oké. Verleng de sleutel. Ja, kijk. Daar gaat hij al. Ja, die zat wel een beetje te strak, jongens. To the front one each side. That's the front jack one as well. And then there's the rear diff. B, before you get under the car, be sure to give it a good shake. Just make sure it's sawing on there, which... Hij staat met vier pootjes van de grond. Ik zet de wielen eraf. Kijk of ik nog wat aan de remmen kan doen. Zo, het is laat als ik het verwacht. Alles eraf. Het gaat er een dik uitzien. Hè. Om dat doen met het schoon. Half twee. Tijd om naar bed te gaan. Kapot. Zo, we zijn weer fris en fruitig. Maar het is weer een nieuwe dag. Vandaag gaan we alles even afplakken. Ga ik de wielkasten mooi afplakken. Echt alleen de rem en mooi al die slangetjes alles aftepen. En dan kunnen we gaan spuiten. Benieuwd. Eerst ga ik de remklauwen spuiten met primer. Het is een twee componenten primer, dus als het goed is zit het dadelijk echt super vast. Dan gaan we er overheen met de remklauwen zo verder. En dan hebben we hier de blanke lak. Twee componenten. Eerst goed schudden. Wil je knop eruit pakken. Onder activeren. Het staat hier ook echt netjes op beschreven hoe je dat moet doen. En dan spuiten maar. Ja, zit alles is afgepakt. Ja,
if you want some more tailored advice on exactly what camera may be best for you, don't hesitate to get in contact with our experienced team via the details. Hoe dan, jongens? Echt, ik zie het van je zo, hè? Leuk, hè? Dingen uitpakken. Ah, mooi, zo'n mooi cadeautje, ook al is die vuil.